Nederland is inmiddels een land van de kleine, compacte crossovers geworden. Want gewone SUV's doen het goed, maar die compacte crossovers doen het nog veel beter. Ze vervangen in aantallen gewoon de normale B- en C-segmenters. En je bent als automerk wel gek om er geen in je gamma te hebben. Want wie er ook in uitbrengt, het is meteen een Insta-succes. Neem bijvoorbeeld Seat, dat tot lange tijd geen enkele SUV in zijn gamma had. En toen kwam met de Ateca. Prompt is Ateca een enorm succes met een jaar wachtlijst. Dus denk Seat, dat gaan we nog een keer doen, een segmentje lager. En hier staat de Seat Arona. Op basis van de nieuwe Ibiza natuurlijk, maar dan iets gegroeid en iets in de hoogte in, zoals een crossover betaamt. De prijs stijgt dan na vanavond mee, daar gaan we het straks even over hebben. Maar om te beginnen moet ik vertellen dat hij er wel bijzonder goed uitziet eigenlijk. Het is een erg leuke auto geworden. Natuurlijk dat two-tone rood-zwart doet een hoop veel, maar die glimmertjes overal, ledlampen hier, glimmers daar, erg mooie wielen. Maar ook bijvoorbeeld deze strook hier achterin. Het is gewoon net even extra en dat is wat mensen in dit soort auto's natuurlijk ook vaak zoeken. Om te kijken hoe hij presteert heb ik toen een concurrent bijgehaald, te weten een Mazda CX-3. Want deze CX-3 is natuurlijk ook een SUV in het B-segment, of crossover moet ik eigenlijk zeggen. En als autokenners onder elkaar weten we dat natuurlijk, maar het valt me op als ik met andere mensen praat dat die nogal eens denken dat de CX-3 op basis is van de Mazda 3. Waarom zouden ze dat denken? En dat is natuurlijk een C-segment auto, maar dit is eigenlijk een auto op basis van de Mazda 2. In elk geval een leuk verschil tussen auto's is dat de motor in deze auto twee keer zo groot is als de motor in die auto. Want ik heb hier een 2 liter atmosferische Skyactiv motor met 120 pk en ik heb daar een 1 liter TSI 3 cilinder turbomotor met 115 pk. Dus klein vermogensverschil, groot inhoudsverschil. En over inhoudsverschil gesproken, beginnen we even met de kofferbakken. Beginnen we even met de CX-3, waarbij ik kan verklappen dat ondanks de paar sterke punten van deze auto de ruimte daar niet bij hoort. Als je hier begint is het zelfs wel heel krap, maar goed, hij heeft een dubbele bodem. Kijk, dit is natuurlijk voor een laag tildrempel en dan zo iets meer ruimte. Even goed komen maar tot 350 liter en dat is natuurlijk niet heel veel. De Seat biedt 50 liter meer. En zoals zegt 400 liter, dat zijn de getallen en harde ruimte is dat zo. Ook hier zijn we een hele fijne lage tildrempel. Maar hieronder geen extra ruimte, dus je moet het hiermee doen. Evengoed 50 liter meer in de Mazda. Klap je de banken om, ga je allebei net over de 1200 liter. Heeft de Mazda zelfs ietsje meer. Dan de achterbank, want daar verschilt het ook nog wel eens. We beginnen in de Seat, waar opvalt dat de stoelen hier, dit ziet er een beetje goedkoop uit, moet ik zeggen. B-ruimte is wel redelijk oké, de voeten kunnen ook redelijk onder de stoel. En hoofdruimte, nou kijk, ik heb gewoon een stukje over. Dat is best oké dus. Dan de Mazda. Het mag eigenlijk geen verrassing meer zijn, want ik kende de CX-3 al en jullie waarschijnlijk ook. Maar het is hier vrij krap. Echt jammer. Mijn hoofd zit volledig tegen het plafond aan. Mijn knieën dik in de stoel. De stoel ziet wel weer veel mooier uit. Ook hier prachtig leer met mooi Alcantara-achtige stof daar. Maar de ruimte die is gewoon beduidend minder dan in die Arona. Goed, vooraf gaan rijden neem ik even door welke auto's we hier precies hebben. En bij die Mazda is dat heel makkelijk. Ik zei al, het is natuurlijk een 2 liter Skyactiv 122 pk. De uitvoering is een GT Luxury en bij Mazda ben je meteen ook klaar. Er zit alles op en aan. Heeft er ook mee te maken dat die auto's komen uit Japan al op de boot. Dan kunnen ze wat makkelijker uit voorraad verkopen. Hoogstens de kleur is een extra en zo in het wit geldt dat niet. Ze komen op 29.500 euro. Voor die Seat moet ik even spieken, want dat is iets meer. Het is een 1.0 Eco TSI DSG FR Business Intense. Drie keer woordwaarde. Die komt op 27.900, dus krap 28.000 euro. Dan heb je al het luxe multimediasysteem, parkeersensoren, airco, regensensor en dat soort dingen. Wat erbij komt is die rode lak voor 550, die mooie wielen voor 900 euro. De Beats versie van Dr. Dre, jawel, die uitvoering is het. Dus je hebt 6 speakers met 300 watt, kost je wel 600 euro. De LED lichten nog een keer 700, bla bla bla. Nog wat kleine extra's, 31.918 euro, dus krap 32.000. Ietsje meer dan die Mazda dus. Waarbij ik opnieuw moet zeggen, en ik zeg het bijna altijd als ik crossover test, je kan voor dat geld ook gewoon een mooie C-segment auto kopen. Koop je een SUV in crossover omdat je het wil, oké, maar besef wel, koop je een normale, lage hatchback of station, doe jezelf gewoon een klasse hoger cadeau. Ja, waar zie je dat nog? Gewoon atmosferische motoren. En niet omdat Mazda in de techniek achterloopt, maar omdat het een bewuste keuze is om in plaats van met turbotechniek aan de slag te gaan, atmosferische motor verder te fine-tunen. En dan komen ze binnenkort nog met die nieuwe compressietechnieken. Dit is nog de oude tussen haakjes Skyactiv. Dus weinig vermogen uit een 2 liter, 120 pk, maar in rel is hij dus wel heel zuinig. En je hebt ook hele fijne gasrespons. Het is gewoon weer af te verwennen dat je ook wat hoger in de toeren geeft gas bij. En hij reageert gewoon direct en hoeft geen turbo eerst zich op te spoelen. Het nadeel is natuurlijk dat je bij lage toeren veel minder koppel hebt dan bijvoorbeeld in die Seat. Het voordeel is, als je dan een keer wil inhalen, je haalt door. Ga je naar 3000, ga ik terug, kijk, 5000, je geeft gas, dan gebeurt er ook echt wat. Terwijl ik kan nog verklappen, in die Seat geef je gas en er gebeurt er niks, want je hebt al die kracht onderin en er zit bovenin geen reserve meer.
Die soepele indruk die gaat door naar de automaat. Deze Mazda heeft een 6-traps volautomaat, geen dubbele koppeling. En het nadeel is in theorie dat je iets minder directe verbinding hebt. Maar in dit segment speelt dat wel minder. Het voordeel is dat je een veel soepeler motor hebt. Hij komt soepel op gang als je wil wegrijden bij het stoplicht. De overgangen zijn soepel. Terwijl als ik met de flippers aan de slag ga... Nou, hij reageert best vlot. Het is natuurlijk geen hot hatch of zo. Maar ik zal me er geen moment aan ergeren. Qua rijden is hij in het algemeen vrij comfortabel. Ik vind dat hij comfortabel is ingesteld, terwijl ze de dynamiek niet uit het oog hebben willen verliezen. Maar je merkt wel, ze wilden voorkomen dat hij te veel op zijn zij ging hangen in de bocht. Waardoor de ingaande demping wat te hard is. En vooral voor drempels is hij, ondanks dat comfort als ik gewoon op een beetje hobbelig weg rijd, is hij over drempels vervelend hard. Daar gaat hij heel vervelend overheen. En met Nederland, met al die nieuwbouwwijken en al die wegen die vol bedrempeld zijn, ga je dat dagelijks veel merken. En dat kan een puntje van ergernis worden. Kijk, die Mazda, daar zit natuurlijk alles op en aan. Dus we hebben een mooi head-up display, we hebben goede cruise control en we hebben een goed multimedia systeem, wat vooral heel prettig bediend door een iDrive-achtig knoppensysteem hier, wat ze zeg maar goed geleend hebben van het idee van BMW. Het gaat heel gemakkelijk in de bediening, maar qua scherm en functie zo lopen ze inmiddels wel wat achter. Je merkt dat het systeem al enige tijd meegaat, al sinds de lancering van de huidige Mazda 3. En dat is natuurlijk niet zo modern als je in veel andere auto's ziet. En daar heeft de Arona natuurlijk pluspunten vanwege zijn nieuwheid. Evengoed de kracht van de huidige generatie Mazda's is hun soepele rijgedrag en de goede balans in die auto's. Je hoeft niet hard te gaan, maar elke beweging voelt natuurlijk en daardoor voel je prettig. En dat is ook weer het geval in deze CX-3. De zit is fijn, je zit niet te hoog voor het stuur. Naast wel, het stuur kan niet ver genoeg naar je toe. Vind ik wel een minpuntje, dat in deze tijden moet dat echt anders. Maar je voelt je gewoon snel thuis in deze auto en hij reageert heel soepel. Deze auto brengt je tot rust, terwijl die toch leuk is om mee te rijden. De Seat voelt het allemaal wat anders aan. Sowieso is het ruimtelijker. Ik vind wel dat als ik hier om me heen kijk, oogt het wat minder bijzonder dan in die Mazda. Wat onpersoonlijker. Staat tegenover, ja, dit gigantische multimedia systeem. De Volkswagen groep doet natuurlijk in al die kleine auto's, of het nou een Golf is, of een Polo, of een Ibiza, of deze Arona, of een Ateca, of een Karoq, noem maar op. En het, ja, het is groot, het werkt snel, het ziet er prachtig uit. En daarmee scoor je wel gewoon punten in deze moderne tijd. Natuurlijk volledig mobiel geënt, of nou Apple CarPlay is of Android Auto. Het werkt en het werkt snel en het werkt vlot. Niks over te klagen. Het rijden dan. Die TSI-motor is natuurlijk heel anders dan die Skyactiv-motor van Mazda. Hij is op zijn best, vind ik, als je op weg rijdt, soepel. En hij blijft zo tussen de 2000, 3500 toeren. En hij schakelt snel op. En op koppel stuw je voorwaarts. En denk je, nou, dat stopt deze aandrijflijn. Maar hij heeft ook wat nadelen. Ik zei net al, stel voor je rijdt op de snelweg 120. Je moet even snel inhalen, want er komt een andere auto aan. En je wil niet achter een vrachtwagen klem. Je geeft vol gas, je hebt kickdown, hij versnelt. En ja, bovenin gebeurt er ook niet zoveel, want je hebt dat koppelen onderin en dan is het ineens maar een 1 liter motor. Dan een ander nadeel van die automaat. Kijk, onderweg is hij wel heel soepel en snel, maar stel voor je wil wegrijden bij het stoplicht en dan wil je een beetje vlot. Dan doe je eigenlijk een soort clutch drop, want op het moment dat jij gas geeft, stijgt de motor al aan toeren. Die koppeling grijpt aan en je wielen spinnen een beetje door, zodat het lastig is om vlot, maar toch zonder spinnen wielen weg te rijden bij het stoplicht. Heb je een volautomaat, die pakken we beter aan. Heb je een DSG-automaat met zeg maar, vloeistofkoppeling, gaat het ook nog wat, of met natte platen, hè, zeg maar, gaat het ook wat soepeler. Met die droge platenkoppeling bij die DSG's, bij kleine motoren, is het soms op lage snelheid een beetje vervelend. Hetzelfde geldt met inparkeren. Als jij een muur voor je hebt en je wil langzaam dichterbij, hij heeft geen kruipstand. Dus je staat stil, je geeft gas, je staat stil en die koppeling grijpt aan en je gaat naar voren. Doodeng als daar een muurtje zit. En dan merk je toch dat zo'n ouderwetse volautomaat, zo'n Mazda, ook voordelen kan hebben. Maar dan het rijden, en dat is wel een punt hoor, want in basis vind ik deze Seat iets dynamischer. Ik denk dat de leukere rijdersauto is van de twee. Hij voelt ook ietsje stugger op een normale weg met een paar hobbeltjes erin. Maar ga je hiermee over drempels, of drempels met een rotonde, pakt hij dat zoveel beter op dan die Mazda. Ik vind het verschil eigenlijk bijna schrikbarend. Dat vind ik wel een nadeel van die CX-3, dat hij gaat plankhard over drempels. Als je een bocht neemt, dan die hele auto voelt heel star en oncomfortabel. En deze Arona vangt al die klappen goed op en je blijft gewoon relaxed achter het stuur zitten. Kijk, wat ik wel merk door het gebrek aan persoonlijkheid in al die auto's van de Volkswagen groep, het lijkt steeds meer op elkaar. Ik bedoel, ten opzichte van een SUV op basis van de Polo die natuurlijk gaat komen, kan ik nu al zeggen dat die Arona ietsje steviger is. Precies hetzelfde als een Ibiza versus de nieuwe Polo. Maar het lijkt allemaal vrij veel op elkaar, overal diezelfde aandrijflijn in. En dan denk ik, ja, het is niet zo bijzonder. En in die CX-3 krijg je wel het gevoel dat je wat anders rijdt.
Maar evengoed als het totaalpakket in gaat punten tellen, hij is ruimer. Het onderstel is uiteindelijk beter. Die motor is vrij soepel. Hij is wat stiller. Hij ziet er toch gewoon van buiten gelikt uit. Is het onder de streep een makkelijk verhaal? De Seat is de betere auto.